Marathon Radio. Ik vermoed, dit is een onbekend nummer, die ga je niet oppakken. Peter. Niels! Hallo! Nieuws! Nieuws! Peter van der Verre. Tessie, Peter van der Verre. Hoe is het? Nieuws? Goed, Sven, goed. We zijn onderbannen. We hebben een fantastisch optreden gehad. Ah, ze alweer, hey, alweer aan het keren? Ja, aan het vier keer, nee, joh. Nou, een miljoentje toch. Hij was een beetje geestig. Vreemd geestig. Zijn je nou radio aan het maken? Ja, ik zit nog een beetje radio aan het maken. Jok, jok, jok. En dan kan ik hem aan tussen de deur. Dames en heren, Niels de Stadsbader, alstublieft in de chat. Ja. Nieuws, kan je twee meisjes aan de telefoon voor jou? Margot, ik heb hier Niels aan de telefoon. Niels aan de telefoon. Ja. Ah, dag Niels. Dus praat maar even. Ik kan intussen even naar het toilet. Ja, tot straks. Hallo, met Niels. Ga je niet meer in Oostende? Nee, ik ben niet. Maar met wie spreek ik eerst en vooral? Met wie spreek ik? Met Margot. Dag Margot. Margot, ik ben onderweg nu. Ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar huis. Ben jij nog in Oostende? Ja, we zijn jou aan het zoeken, maar je bent al weg. Ja, ik ben al weg. Dat is nu wel stom, want ik ben er eigenlijk nog lang geweest eigenlijk. Wat vonden we ervan? Heb je het gezien? Ja, we hebben het gezien. Het was leuk. Vond het goed? Allee, dat is goed. Dat is goed. Ja. Maar nu zijn hier vooral oude mensen, dus dat is nogal teleurstellend, maar bon. Ja, je bedoelt oude mensen zoals Peter van der Verre, bedoel je? Ja, zo bedoel ik. Ja, de derde. Mopje. Maar ga je donderdag zijn? Ik kom donderdag ook. En Peter, zei je dat nog? Of is die naar het toilet? Die is naar het toilet natuurlijk. Ja, die is naar het toilet. Ja, het is dat. Ik zal er zijn en ik denk dat Peter van der Verre er ook zal zijn. Misschien nee, hij heeft al gezegd dat hij niet gaat komen. Hij is op reis of zo. Ah, dat is waar. Ja, dat is waar. Want die heeft nooit tijd voor zijn gezin en voor zijn vrouw. En om dat goed te maken, gaat hij dan 2 weken op reis. Wat natuurlijk belachelijk is, want je kunt dat nooit goed maken. Maar hij probeert dat dan zo op te lossen. Want dat is de echte Peter van der Verre. Ah, amai. Dat is wel een diepe teleurstelling. Ja, want het is voor mensen een idool, maar als mens... Echt waar. Allee, wat denk je als mens? Wie is Peter van der Verre voor jou? Margot, wat denk je? Ja, dat lijkt een heel sociale, grappige meneer, maar nu is hij toch al in mijn achting gedaald, hoor, amai. Ja, maar terecht ook. Hij is helemaal niet sociaal, hij is zeker al niet grappig, dat sowieso. Het is wel een lieve. Ken je dat? Je hebt altijd zo'n vriend dat je zegt van, het is een lieve, die eigenlijk ja, voor de rest niet echt veel, hey, maar het is een lieve. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ja, kijk, alleen maar, dat is tof dat we elkaar een keer horen, Margot. Ja, dat is daar, maar ben je ook niet van West-Vlaanderen? Ik ben ook van West-Vlaanderen, ja. Goeie, wacht. Ah, hij is weer van het toilet. Ik denk dat wat te ja. Is. Is er nog iets, nog iets interessants gezegd? Hallo, ja, was er nog iets interessants gezegd? Ja, het was heel interessant. Zeg, toch niks lelijks gezegd over mij, Niels? Ik? No, alleen beter. Denk nee. Ik mag toch zeggen dat wij vrienden zijn? Ja, dat mag je zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ah, voilà. Zie zo. Ik ben blij dat ik jou kan vertrouwen.